Marco, je bedankt ons ergens voor, maar wij hebben geen idee waarvoor. Nou, ik moet jullie natuurlijk ontzettend bedanken voor alle steun die ik de afgelopen 12 jaar al heb mogen beleven van TV Oranje. Want jullie zijn een bijzonder grote bijdrage geweest in de carrière van Marco Dollander. Overal waar ik kom in het land, en dat zeg ik echt oprecht, zeggen ze... Hé, maar jij bent toch de jongen die altijd op TV Oranje voorbij komt? Dus ik vond het nodig om een taart eens uit te delen naar jullie. Nou, laten wij dan zo zijn. Zonder Marco de Hollander was TV Oranje ook een stuk minder kleurrijk geweest. Nou ja, ik probeer ook weer een vrolijke bijdrage te leveren met de clips die we aanleveren. Met de vrolijke liedjes. En nou ja, dat gaat nog steeds goed. Ja. We hebben een overstap gemaakt naar een nieuw productieteam. En die hebben zich zo uitgesloofd om er echt iets heel erg moois van te maken. Het klopt ook echt aan alle kanten, vind ik zelf. Het liedje leent zich er ook voor. Het team wat meegewerkt heeft, want ik heb het echt niet alleen gedaan, maar iedereen achter de schermen. De meisjes van de woe-wa-woe-wa hebben zich super hun best gedaan. En ja, echt geweldige reacties. Ja, het is wel heel iets anders. De fans, de echte fans van Marco Dollander dachten, hé, is dit nog wel de volkskant van Marco Dollander? Maar ja, dus gezelligheid komt halverwege de refrein er echt wel in. En nu begint iedereen te zingen, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dus het gaat goed nu. Ja, zeker 16 oktober, bijna uitverkocht. Daar ben ik heel trots op. De Sporthal de Vlinder gaat echt op zijn kop dit jaar. En het wordt een happening à la carte met uiteraard de uitreiking van mijn nieuwe DVD. Het concert met de Wannabes, wat ik heb mogen beleven. Het duet met Ronnie Tober is nu eindelijk verfilmd. Ook die komt op de nieuwe DVD. Een aantal tracks waar mijn fans al een tijd om vragen. Volg je hart, kindervraag. Al die rustige liedjes ook van Marco Dollander zijn nu eindelijk op DVD terug te vinden. Dus ik denk een aanwinst voor de fans. En vandaag bij Buma NL, dat is ook niet de eerste keer voor je? Nou, ik moet zeggen, wel de eerste keer. Want ik was al die jaren eigenlijk verhinderd om zoveel redenen. En dit jaar heb ik er echt even de tijd voor ingeroosterd om te komen. En ik ben alle omroepen even aan het langs gaan. En het is echt een happening. Maar vooral achter de schermen veel contacten leggen. Fancy met je op de foto willen. Nou, ik moet zeggen, een bijzonder leuke dag. De taart, zo maar gewoon zo meteen aansnijden. Ja, ik vind het een goed moment nu om de taart aan te snijden. Dus TV Oranje nogmaals bedankt.